Ik neem jullie heel graag mee naar de Wereldruiterspelen van 2014. Zelf zit ik op dat moment op de bank met mijn 2-jarige dochtertje. Ik knijp er bijna fijn van de spanning, want Jeroen Dubbeldam gaat op de laatste hindernis af en heeft kans om wereldkampioen te worden. Maar die balk, gaat hij eraf of niet? Hij blijft liggen. Jeroen Dubbeldam wordt wereldkampioen. Hij ontploft bijna van blijdschap. Het stadion ontploft en ik ontplof thuis ook. Opgegroeid ben ik in een paardensportfamilie. Dus dit zijn de hoogtepunten bij ons als er zoiets gebeurt. En ik zou zeggen, dit moet toch ook voor jullie een hoogtepunt zijn. Ik zou zeggen, stem op dit fragment. Mooiere sport bestaat niet. Klik op de klok. Wat doe je nu? Die ene. Ja! Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen! Ongelooflijk, mensen! Fantastisch, wat maakt hij het hier af? Hij maakt het ongelooflijk af hier. Schitterend! Wat een succes voor Jeroen Dubbeldam om hier wereldkampioen te mogen worden. Fantastisch!